waarom dit initiatief? Nou ja, het is volgens mij een hele mooie manier dat werkgevers en werkzoekenden elkaar ook echt kunnen ontmoeten hier. In een toch ongedwongen sfeer, waarbij we toch wel mensen ook laten ontmoeten die elkaar anders nooit zouden treffen. Hè? In ons werk eventjes enkel en alleen bemiddelen op basis van een cv lukt niet altijd. Maar de ontmoeting zeggen heel vaak mensen, hey, ik zie iets leuks in deze persoon, ik wil hier iets mee. Nou ja, goed, dat proberen wij dan te ondersteunen vanuit teamwerk. Geef aan dat de editie 2019 succesvol is, dat is voor corona. Waaraan heb je de succes afgemeten? Nou, we hebben na de banenmarkt, arbeidsmarkt dichtbij, op dat moment alle bedrijven benaderd en bezocht. Van, goh, evalueer samen met ons dat event, want dat was toen voor de eerste keer. Daar waren ze eigenlijk heel erg positief over en daar gaven ze hoge cijfers, hè, dus dat, maar ook dat ze serieus mensen hebben aangenomen. Hè, dus al met al gemiddeld iets van 1 tot 2 personen per bedrijf die hier toen stond, heeft iemand aangenomen. En dat vind ik wel leuk. Waarom staat u op deze markt? Wij staan hier namens de Haarse Boomkwekers. Wij staan hier met diverse bedrijven die dus een kwekerij hebben in Haren. En wij zoeken dus continu eigenlijk wel personeel. Welke functies hebben jullie? Wij zoeken logistiekmedewerkers. Wij zoeken mensen die in de kwekerij willen werken, die de teelt begeleiden. Die, op kantoor zoeken wij mensen, dus dat is vaak al hbo-functies. Vrachtwagenchauffeur, eigenlijk van alles. Waarom staat uw bedrijf op deze markt? Nou, wij vinden het belangrijk als Reinders zijn om onze naam onder de aandacht te brengen bij de mensen in de regio. Zeker omdat die mensen ook zijn die de werk zoeken. En wij een mooie uitgangsgelegenheid zijn om hier ook gewoon mensen te werven. Dus wij kunnen hier ook een toekomstige potentiële zeg maar, kandidaat die bij ons kan willen werken, kunnen we dan ook aannemen. Zeg maar. Nou, wij zijn een totaalleverancier voor alle basisscholen in Nederland, zeg maar. Buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven. Dan praat je over het lesmateriaal, dus lesboeken, leesboeken, rekenen. Maar ook gewoon gebruiksartikelen, verbruiksartikelen, verf, kwastjes, schummen, stiften. We hebben het eigenlijk een heel breed spectrum. En daarin leveren we ook nog zelfs het materiaal aan meubilair, digiborden, het totale plaatje voor de klas. Ik ben van uw assistent en ik woon in Oosterwijk. Ik regel bij mensen, senioren of mensen met een beperking, regel ik hulp aan huis, zodat ze wat langer thuis kunnen blijven wonen. En daarom ben ik op zoek naar huishoudelijke hulpen, dames die het leuk vinden om mensen te begeleiden en tuin- en klushulpen. Welke leeftijd of weekendwerk of wat zijn de mogelijkheden verder nog? Leeftijd speelt geen enkele rol. Ook mensen die met pensioen zijn kunnen voor ons werken. Het is wel zo dat de hele jonge kandidaten van 16, 17, dat nog niks wordt. Dus vanaf 18 tot, nou, mijn oudste medewerkster is 76, dus binnen die marge kun je altijd bij ons aan de slag. Ik ben van Floris van Mommel, ook wel schoenfabriek van Mommel uit Moergestel. En wij maken schoenen natuurlijk in Moergestel. Dat zijn de klassieke herenschoenen. En ik ben hier vooral nu om mensen te vinden voor de logistieke sector in ons magazijn. En binnenkort gaan we een nieuwe winkel openen in Eindhoven. En daar zoek ik ook nog verkooptalenten voor. Zijn er mensen geschikt te maken? Zijn er interne opleidingen, doorgroeimogelijkheden? Ja, zeker in het magazijn is logistiek, maar daar hoef je eigenlijk geen ervaring voor te hebben. Werkzaamheden zijn pikken, inpakken. En daar kunnen we iedereen aanleren. Met 2 dagen zou je dat prima kunnen doen. En winkel is wel wat ervaring makkelijk, maar is ook aan te leren. Wij zoeken dus mensen die graag buiten willen werken in het groen, binnen en buiten, met de natuur, in de natuur, met collega's. Niet bang zijn om vies te worden of om aan te pakken in een leuke sector, in een boeiende sector. Nou, ben jij de logistieke duizendpoot die wij zoeken? Solliciteerde bij Reinders Oosterwijk in het magazijn. Super leuk werk, leuk team, leuk bedrijf. Je wordt gewaardeerd en zoek je hem aan voor fulltime, 32 uur of 40 uur. Ben je meer dan welkom in ons magazijn als logistiek medewerker. Ja, ben je op zoek naar een leuke bijbaan om er voor een ander te kunnen zijn op het gebied van huishoudelijke hulp of begeleiding aan huis bij mensen met een beperking of senioren? Meld je aan bij martineluurman@uassistent.nl. Wie als bijbaan bij ons willen werken, maar ook als fulltime medewerker, kun je aan de slag in het magazijn. Kijk op onze website www.werkenbijvanbommel.nl en daar vind je meer informatie.